Goedemorgen Delft. Welkom bij de Tafel van Delft. Ik ga vandaag in gesprek met Kim Verhoef van Hanno. Hanno is een restaurant. Hoi. Hoi. Ja, jong iemand kan je hoi zeggen. Ja, dat kan inderdaad. Ik zat zo eens een beetje natuurlijk te kijken van wat is er allemaal over jou te vinden. En ik keek natuurlijk ook bij afbeeldingen. En weet je wat mij nou opviel? Nou. Jij lacht op alle foto's. Ja. Ja. Ja, nu ook, hè? Ja, jij lacht altijd. Ja, ik heb ook best grote tanden inderdaad. Die krijg ik heel vaak terug. Ja, oh, die... ik ben wel een blij mens. Ja, ja. Maar die grote tanden, heeft dat met het lachen te maken? Nee, maar die zie je wel nog meer als ik lach. Ja, maar het zijn wel mooie tanden. Dus. Ja, gelukkig. Ja. Daar heb ik wel veel dus, beugels voor gehad, hoor. Nee? Nou, mooi. Dus je bent een vrolijk mens. Ja. Wat heerlijk. Ja. Altijd geweest. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Nooit buien van, oh, hoe moet dit nou verder? De beruchte puberbuien. Jawel, wel onzeker kunnen zijn. En ja, ik ben wel puber geweest. Ja. Oh, ja, wel toch? Ja. Ja, tenminste, ik vond mijn vrienden veel leuker dan mijn ouders. Dus tegen mijn ouders was ik misschien niet altijd even leuk. Dat kan ik me haast niet voorstellen. Ik denk dat mijn moeder het vooral te verduren heeft. Ja, je vader niet. Nee, mijn vader... Die wist er wel heen te fietsen. Ja. Maar je moeder die zat met zo'n humeurig meisje af en toe. Ja. Ja, ik denk wel... Ja, dan was ik nog steeds wel blij. Maar ja, je puberteit, dan ben je gewoon zoekende. Ja, ik herken mezelf daar ook niet in als ik daaraan terugdenk. Nee, nee, gelukkig niet. Nee. Dat was een ander mens dan. Ja. Ja, gek hè? Ja. En zo word je af en toe weer een ander mens. Ja, dat is wel zo. En toen was je klaar met school en toen dacht je, ik ga de horeca in? Ja, ik weet niet. Het is eigenlijk nooit zo door mijn ouders erin gebracht. Maar ik ging toch naar een open dag. En toen dacht ik wel, oh ja, dit is eigenlijk wel leuk. En ik kwam door de selectie heen van de middelbare hotelschool dan. Dus dat is niet zo heel groot. En toen, hotelschool gedaan. En dat vond ik echt superleuk. Veel leuker dan de middelbare school. Ja, ja, ja. Ja. Omdat het echt vakgericht is natuurlijk. Ja. Ja. Maar je had niet andere wensen vroeger. Je kwam vrij snel toch op de horeca terecht. Je had niet iets van, ik wil ook... verpleegster worden of zo. Nou, of... mijn oma zei altijd dat ik de zorg in moest. Ja, je oma. Ja, en nou, ik dat vind... hoopte je oma. Ja, dat hoopte ze, denk ik. Dat dat had zo niet gered. Ja, ja. Heb ik wel een beetje gedaan. Ja. Nee, ja, ik vond het wel altijd leuk om mensen blij te maken en voor mensen te zorgen. Dus toen ik echt jong was, dacht ik meer aan iets in de... Ik weet niet, ik heb daar eigenlijk nooit heel erg over ingezeten wat ik wilde worden. Als ik daar nu aan terugdenk... Dat ging gewoon vanzelf. Ik leefde een beetje per dag. En als ik nu aan de horeca denk, ja... Ik wist wel gelijk toen ik de hotelschool deed... Oh ja, dit is wat ik wil. Ja. Ja. Maar wat me ook wel opvalt in... Ja, ik weet niet of dat echt zo is... Maar in Delft zijn er veel horeca stellen die kinderen hebben... die ook weer in de horeca doorgaan. Dus schijnbaar is dat toch wel een soort van besmettelijk. Ja, ik denk het ook. Want ja, je kan ook zeggen, als je dat ziet, dat gedoe met al die mensen en de drukte en de ellende. Ik ga maar wat anders doen. Ja. Maar dat was bij jou toch absoluut niet? Nee, dat is echt grappig. Want als ik daaraan terugdenk, denk ik, mijn ouders waren altijd aan het werken. Ja. En in de zomervakantie gingen we niet op vakantie, dus... Nee, dat was eigenlijk helemaal niet leuk. Maar als ik daar aan mijn jeugd denk, ik vind wel dat ik een veel leukere jeugd heb gehad dan heel veel anderen. Want als ik dan bij vriendjes of vriendinnetjes thuis kwam, ja, dan... gingen we eten en dan kwam zo'n vader thuis en die was een beetje chagrijnig. Oh, ja. En dan gingen ze tv kijken en dacht ik, bij ons waren wel leuk. Wij gingen bij klus nog met het personeel eten. Oh ja, ja. Nee. Maar jullie waren ook vaak op de zaak, toch? Ja. Ik kan me herinneren, als ik dan met de hond langs liep bij knus, dan zag ik altijd drie van die kleine meisjes daar rondscharrelen. Ja, klopt. Ja. Dus jullie waren er ook gewoon altijd bij ook. Ja. Het is niet zo dat er iemand dan voor jullie zorgt of zo, dat je dan thuis bleef. Nou, mijn oma wel eens. Nou, maar toen waren we echt klein. Ja. En ik ging wel veel bij vriendinnetjes ook wel slapen. Ja, dus dat vond ik gewoon leuk. Ja. Maar inderdaad, we waren wel altijd bij knus. Ja. Dus dan tot leer je ook... Tot de puberteit. Tot de puberteit. Ja. Toen was je nog helemaal... Toen kwam ik even niet meer. Want toen vond je het stom. Ja, toen vond ik het even niet meer leuk. Je vond zo'n bedrijf stom of gewoon... Ik weet niet. Ja, joh, toen had ik ook roze haar en ging even helemaal de andere kant op. Oh, je ging echt helemaal los. Ja.
Ja. En je had de horeca, nee, je hotelschool heb je gedaan dan uiteindelijk. Ja. En toen stapte je in de horeca, in het bedrijf, of in een bedrijf. En ja. Waar begon je ongeveer? Ja, mijn allereerste baantje was bij Cobus, maar toen was ik echt nog jong. Dat was maar alleen één zomer. Maar dat, toen was het nog, toen was het al van je ouders? Nee, niet meer. Oh, toen was het niet meer van je ouders? Nee, toen hadden ze al Knus. En ja. Bij Knus ben ik toen toch gaan werken, maar toen gingen mijn ouders het ook net weer verkopen. En toen na de hotelschool ben ik bij Savelberg gaan werken. Dat was een Michelinster restaurant in Voorburg. Ja, in Voorburg, ja. Ja. Oh, dat is wel heftig. Ja. En welke functie had je daar? Ja, daar werkte ik gewoon in de bediening. Dus medewerkerbediening eigenlijk. Ja, ja. Maar super leerzaam, echt heel anders. En ook qua sfeer in het bedrijf. Ja. Ik kwam uit de wat simpele horeca. Dus ik heb daar wel heel veel van geleerd. Daar was het ook nog heel traditioneel en geen kassasysteem. Dus met bonnen uitschrijven en in pak natuurlijk werken. Ja. Panties en hakken, nou... Ik heb echt elke avond voetenbadjes gehad en ellende. Vreselijk, ja. En dat heb ik een jaar gedaan. Ja. Maar je deed daar de bediening. Ja. Terwijl je natuurlijk opgeleid was voor een toch wel een hogere functie dan de bediening, lijkt mij. Ja, tijdens de hotelschool moest je ook een jaar op stage. Ja. En toen ben ik een half jaar naar Amerika geweest. Oh. En een half jaar in het Okura heb ik stage gelopen in Amsterdam. Dat was dan hotel. En dat vond ik ook heel leuk, maar ik merkte wel, ik wil wel in contact zijn met mensen tijdens het werk. En ja. Dat vond ik in het hotel ietsje minder. En in Amerika, wat deed je daar? Ja, dat was in een Marriott resort, ja. Of resort. Banketing en in de bediening in een restaurant. Heel anders was dat. Ja. In Alabama was dat. Ja, ja. Fairhope, Alabama. Maar hoe vond je dat, Amerika? Nou, dat was niet zoals ik had gehoopt. Nee? Nee. Wat had je gehoopt? Ja, ik ben gewoon wel een stadsmeisje. Dus ik ben gewend om met de fiets overal even naartoe te wippen. Ja. Met mijn ja. vrienden en vriendinnen. Ik hou helemaal niet van alleen zijn. En daar woonde ik ineens langs een snelweg. In een soort vouwhuis. Met een brievenbus langs de snelweg. Ja, ja, ja. Waar af en toe post van mijn vriendin zat. En ik had geen auto, ja. Want ja, ja, dat moet je daar wel hebben. En er was niet zo heel veel werk toen, want toen was de crisis. Daarom kwam ik ook in Fairhope terecht in plaats van Chicago of New York. En volgens mij dacht mijn school, joh, die Kim, die redt het daar wel. Die is toch altijd wel blij, maar ik was daar niet zo blij als normaal. Je vreselijk eenzaam gevoel daar. Ja. Ja, en ik wilde ook leren. Dat klinkt nu heel stom als ik dat zeg, maar ik vond mijn studie echt heel leuk. Dus ik ja. wilde ook echt wat uit mijn stage halen. En dan kom je ineens in zo'n hotel. Banketing. Op de banketingafdeling, ja. Wat is banketing? Dat is evenementen. Dus er kwam Shell bijvoorbeeld met 800 en dan zaten voor 800 servetten te vouwen. Ach, en jeetje, ja. Ja, wel een hele andere wereld hoor. Heel arm ook waar ik zat. Heel veel discriminatie ook, weet je wel, rednecks. En ja. Dus tuurlijk heb je daar ook weer veel van geleerd, maar... Ja. Ik weet wel dat mijn leraar van school kwam en zei... Ah, daar hebben we het zonnetje van de school. En toen dacht ik, nou, ik voel me nu niet echt meer een zonnetje. Het was zwaar bewolkt. En mijn ouders waren ook constant, ja, nee joh, kom op, het valt best mee. Maar toen kwamen ze langs, ik zie ze nog zitten in de Burger King. Op mij te wachten, toen ik uit mijn werk kwam. Burger King. En toen zeiden ze wel, oh ja, ik snap natuurlijk wel dat je dit toch niet zo leuk vindt. En hoe lang heb je het volgehouden? En, 5 maanden. Oh, wat erg. Ja. Het moet een bittere armoe geweest ja. zijn. Ja, en eenzaamheid. Ja, ik had wel leuke huisgenootjes hoor. Ook uit Mexico. En ja. Dus die... Oh, met contact. Elkaar doe je wel leuke dingen. Ja. 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 Ja, dus dat was ook leuk. Maar goed, toen Holland. En, Ja, maar je hebt natuurlijk nog heel wat zaken. Heb je eerst gewerkt voordat je echt voor jezelf iets ging brengen? Ja, toen ben ik bij Savelberg een jaar gaan werken. Toen na Savelberg was ik een beetje zoekende. Het was daar wel, het was natuurlijk heel hard werk. Je werkte daar 70 uur in de week. En het was leuk, maar het was niet heel gezellig. Ja, altijd. Stijf. Dus ik miste ook wel gezelligheid en... Toen ben ik daar gestopt en zoeken en toen kwam ik bij Vrij terecht. Oh ja. Bij Dirt en Miranda.
En eerst dacht ik, oh, er werken alleen maar vrouwen en ik wil ook een beetje mannen om me heen. Maar bij vrouwen was echt een warm badje waar ik in terecht kwam. En dat was echt onwijs leuk. En dat heb ik uiteindelijk toen 3 jaar gedaan. Daar ben ik toen bedrijfsleider geworden. Heel veel geleerd. Ja, koffie met Duurt en Miranda was gewoon superleuk samenwerken. Ja. Heel leuk team. En toen, na 3 jaar daar gewerkt te hebben... Ja, Hugo en ik hebben altijd heel veel gereisd. Dus ook toen al gedaan, altijd gespaard en gingen we weer weg. En ik wilde altijd al wereldreis eigenlijk met mijn beste vriendin toen de tijd. Maar die kreeg al best vroeg kindjes, dus dat ging niet door. Dus toen was Hugo de dupe. En die wilde ook wel, gelukkig. Dus en wanneer heb je die leren kennen dan? Die leerde ik eigenlijk kennen in het laatste jaar van mijn van de hotelschool. In 2000. Nou, ik kende hem al eerder, maar in 2009 toen... Ja, nee. Want hij zat op dezelfde opleiding, of niet? Nee. Oh. Nee, wij zaten in dezelfde vriendengroep. Ja, ja. Want hij heeft toch ook horecaopleiding gedaan? Nee, hij heeft bedrijfskunde gestudeerd. Oh, bedrijfskunde? Ja. Zij is helemaal niet kok opgeleid? Nee, maar wel ook altijd in keukens gewerkt. Ja, ja. Maar niet als koksopleiding gedaan. Nee. Oh, ja. Ja. En toen ging je op reis? Ja. 13 maanden zijn we toen weg geweest. Zo. Ja. En waarheen? We begonnen in Buenos Aires, dus Argentinië. Toen hebben we een week Spaans geleerd. En toen hebben we 5 maanden Zuid-Amerika gedaan. En toen zijn we via Tahiti en Paaseiland naar Nieuw-Zeeland en Australië gevlogen. Daar zijn we niet zo heel lang gebleven. En toen Azië, Japan, Myanmar, Hongkong en toen naar Mozambique en Zuid-Afrika. Jeetje. Ja. En daar heb je al die exotische gerechten ontdekt. Ja, onder andere ja. Ja, wij eten heel graag op straat en marktjes. Ja. En gaan het liefst naar de plekjes waar de toeristen niet komen. Ja. En bij de mensen thuis, krijgen ook eigenlijk nooit voedselvergiftiging. We hebben echt vieze dingen gegeten. Ja. Maar ja, dat vinden we wel het leukst, ja. 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 En daar kwam je echt hele gekke gerechten tegen? Waarvan je echt totaal niet wist dat dat bestond of kon? Ja, ik vind niet zo heel snel iets gek eigenlijk. Als ik dan in zo'n land ben, dan vind ik het daar, dan is het daar zo normaal. Dus als mensen nu vragen, denk ik, ja, je hebt daar inderdaad wel een cavia gegeten die zo op je bord ligt. Oh, werkelijk? Met de tandjes nog aan de rand. Of een schorpioen hebben we een keer gegeten, wat niet lekker was overigens, maar... Oh. Ja. Maar die cavia was echt helemaal in beeld. Ja. Zoals je een vis opdient. Ja. Oeh, en toen? Ja. Die ging je eten ook? Ja. Maar niet, dat was niet het lekkerste wat we hebben gegeten hoor. Maar dat was niet zo dat je keel dicht sloeg van, oh wat zielig. Nee, dat... Had je vroeger cavia's of niet? Nee. Nee, ook geen konijnen? Nee. Ja, alleen een hond. Ja, maar dat vind ik eigenlijk met alle dieren dan. Ja, natuurlijk. Ja. Dus maar, dat heb ik, ja. Ja. Maar zodra die herkenbaar is, het gehakt is heel makkelijk. Dan weet je echt niet waar het vandaan komt. Nee, klopt. Daar heb ik toch wel... God, een cavia. Ja. Nou ja, ik voel me nou gelijk schuldig. Nee, sorry. Nee. Ze moeten ook gegeten worden, natuurlijk. Nee hoor. Nee, ik vind dieren best leuk hoor. Nou, de reis was voorbij. Mooi. En toen begon je hier in Delft te denken van... Nou, we moeten het er eigenlijk zelf wat beginnen. Nou, toen ik terugkwam, toen was ik helemaal mezelf niet meer. Want toen wilde ik eigenlijk alleen nog maar weg. Ja? Ik vond het echt verschrikkelijk om terug te zijn. Dat echt... De dip van de reis. Heel erg, ja. Heimwee naar als ik daar ver weg. Ja. Zou je nou zo weer weg willen? Nou... Hanno is echt een heel leuk avontuur. Ja, als ze terugkomt was wel... Toen werd mijn vader ziek gelijk. Oh ja. Ja. 3 weken nadat ik terugkwam, kwamen we daar achter. Dus eigenlijk toen ik op het vliegveld aankwam, zag ik al dat hij er wel anders uitzag. Oh. Niet dat ik toen gelijk wist, oh hij is ziek. Dat maar ik dacht wel zo... Ja. Volgens mij heeft hij wel een flinke winterdip deze keer. Ja, ja. Want ik kwam eind november terug. Ja. Ja, dus onze terugkomst was wel even een gekke achtbaan. Want Hugo's moeder die... had ook net toen een hersenbloeding gehad. Jeetje. Wel goed uitgekomen gelukkig, maar... Ja, dus het was wel weer even back to reality. Ja. Maar ja, het is ook wel bijzonder dat we dat hele jaar zo zorgeloos af hebben kunnen maken. Want we waren soms weken niet bereikbaar. Ja. En ik heb toen wel eens gedacht, jeetje... Als nu mijn vader of moeder overleden is, dan heb ik de begrafenis zelfs al gemist. Ja, dan had je echt niet... gevonden kunnen worden. Nee, we zijn echt wel op plekken geweest. Het was niet zo dat je eens in de zoveel tijd even iets liet horen? Of,
Ja, af en toe stuurden we een berichtje, maar op een gegeven moment deden we dat gewoon niet meer. En lieten we onze telefoon ook gewoon ergens liggen. En dan gingen we met een klein rugzakje weg. Heerlijk. Ja, dus dat was wel heel lekker. Ja. Dus het klinkt heel raar als ik dat zeg, maar het leek ook wel alsof het zo moest zijn dat het precies toen allemaal. Ja. Daarvoor had ik nooit echt zulke dingen meegemaakt. Weet je, dat er iets in je, je oma, maar dat is anders, dat hoort bij het leven. Maar ja. Nee, niet het is allemaal precies gebeurd toen we terugkwamen, ja. Dus ja, dat was. En toen was ik wel heel zoekende naar, oh ja, dan heb je dat en wat wil ik nou? En het is ook moeilijk om er dan over na te denken, want dan gebeuren er hele vervelende dingen gelijk. Dus toen ben ik weer heel even bij Vrij gaan werken. Gewoon puur omdat, bij het duurt in Miran kon ik ook even lekker janken achter in de keuken. Ja. Dat was gewoon heel fijn. En dat heb ik toen een half jaar gedaan. En toen... Jij bent toen Kek overgenomen, Toen kwam Leonie. Toen gingen we weer even kort op vakantie gegaan. En toen kwam Leonie naar me toe van, zou jij hier een gastvrijheidstraining willen geven? We kennen elkaar niet zo goed, gewoon van gedag zeggen. En dat had ik nog nooit gedaan. Dus ik vond het super spannend. Maar waarom kwam ze bij jou? Ja. Stond je daar onbekend dat je daar goed in was? Nee, ik had nog nooit een training gegeven. Maar ze dacht, ik denk dat jij dat wel kan. En zoals je in de horeca bent. Dus toen... ik wil het dan ook wel goed doen. Dus wel mensen advies gevraagd. Dat komt toen ook nog aan mijn vader. En Marion heeft me toen wel geholpen. Ja. En toen eerst besloot, ik ga eerst eens kijken hoe het daar gaat. Dus toen ben ik daar gaan zitten 3 keer. Met pen en papier. En toen zag ik eigenlijk dat het team super gastvrij was. Maar dat het gewoon zo druk was bij Kek. Dat het heel onduidelijk was voor iedereen wat ze moesten doen. Dus toen heb ik een soort plannetje met haar gemaakt. En ook wel een trainingje gegeven. En zodoende ben ik haar gaan helpen eigenlijk reorganiseren intern bij Kek. Ja. En dat was voor haar heel fijn. Was ook heel leuk. Super leerzaam. Ook met Leonie natuurlijk bij Kek. En toen gingen wij weer 4 weken naar Mexico. En toen dacht Leonie, die 2 die gaan elke keer lekker op reis. Ja. Dat wil ik ook. En toen kwam zij ineens met het idee van, wat nou als jullie Kek een half jaar mogen hebben, dan had ik een half jaar op reis ga. Ja. Ja. Dat was natuurlijk super gaaf. Maar je had daar al echt gewerkt ook, meegedraaid? Eigenlijk alleen toen haar dus geholpen en één maandje toen echt meegewerkt. Want ik zei ook wel, ik ben beter in de praktijk het toepassen. Dus dan vind ik het fijner om mee te werken, omdat ik als een soort... ze kennen mij helemaal niet en dan kom ik ineens vertellen hoe je het moet doen. Ja. Dat vind ik raar. Dus toen ben ik wel mee gaan werken, Een maand, 1,5 maand zoiets. En toen... gingen wij naar Mexico en toen vanaf maart hebben we samen met Leonie en Nicky de eerste maand met z'n viertjes gedaan. En toen ging zij in april echt helemaal weg. Ja, maar waar werkte Hugo dan daarvoor? Die werkte toen... Die moest dan ook zomaar overstappen. Bij het Vermeertje, geloof ik. Ik weet het even niet meer. Volgens mij het Vermeertje, Dus toen gingen jullie, een half jaar gingen jullie Kek doen. Ja, bijzonder. Ja, dat was heel bijzonder, Want dat las ik. Dat vond ik zo'n heerlijk. Daar moet ik meer van weten. Ja, van die bank. Hugo heeft nog nooit zo vaak op de bank geslapen. Ik zag dat voor me. En ik vond het ook zo mooi dat je gewoon daar eerlijk over bent. Ja, het is ook niet altijd allemaal geweldig zoals het gaat. Oh, maar waar hadden je dan ruzie over? Ja, alles. Alles. Het was gewoon één grote ellende. Nou, eigenlijk... Ja, Hugo en ik hebben nooit... Ja, tuurlijk, wij zijn al bijna 11 jaar samen. Dus we hebben echt wel eens ruzies gehad. Maar, en we zeggen altijd alles tegen elkaar. We zijn het echt niet altijd met elkaar eens. Dat vind ik ook leuk. Maar dit was wel... ik werkte daar natuurlijk al. En Kek is wel... was toen best wel... Er werkten veel vrouwen. Hugo komt wel uit de mannenkeukens. Ja, weet je wel. Dus voor hem was het, denk ik... ook nog wel moeilijker om in zo'n zaak terecht te komen. Was wel even anders. Natuurlijk een koffiebar met vegan snickerbites en donuts. Ja. Ja, dus Hugo stond daar vegan donuts te maken. Met roze glazuur. We moesten heel erg onze weg gewoon nog vinden. We hadden nog nooit samengewerkt. Dus dan ga je ook met elkaar bemoeien. En het is ook kleiner. Dus ik ging tegen hem zeggen hoe hij het beter kon doen. En hij tegen mij. En ik werkte daar al, dus veel meiden begonnen tegen mij iets te zeggen. Of Hugo is heel eerlijk.
Dus daar moesten sommigen ook wel aan wennen, maar uiteindelijk in positieve zin wel, want het is ook fijn als iemand eerlijk is. Maar het was gewoon, het, ook voor dat hele team natuurlijk, ja, wij kwamen daar ook ineens en dan wil je het graag goed doen, dus ja, waar hadden we ruzie over? Joh, ik weet het niet meer. Maar ik vond het wel een heel mooi verhaal. Ja, meestal zag het dan voor me, ja, dan ging het vaak zo, dan lagen we in bed en dan kan je natuurlijk niet slapen. Ja, en dan begon de ruzie en dan zei nou, ik ga wel op de bank liggen hoor. Want jij bent er zin in. Lagen we denk ik alle twee de hele dag boos. Ja, ja. Met een muurtje tussen ons. Ja, geweldig hè. Ja. En dan de volgende. En iedereen die daar werkte zei, nou, ik heb het nooit doorgehad. Maar we moesten één keer samen achter het koffiezetapparaat staan. En toen hebben we niet zoveel tegen elkaar gezegd. Maar dan moet ik maar dat was de eerste 3 maanden vooral. En toen vonden we onze draai. En natuurlijk hadden we niet de hele tijd ruzie. Maar het is wel, kijk, het was wel heftig hoor. Want het is natuurlijk zo druk. En je valt daar ineens met je neus in. Ja. En dan moet je het reorganiseren. En we hebben er ook een verbouwingtje gedaan. Want we wilden het ook wel beter teruggeven aan haar. En dat was ook de uitdaging natuurlijk. Ja. Dus ja, dat was natuurlijk wel super intens. 7 dagen in de week open gelijk. Ja. Het is zo'n bizarre drukke tent. Ja. Ongelooflijk. Ja. Wat is daar nou zo goed aan? Ja, ik ben er altijd wel nieuwsgierig naar. Waarom is dat nou zo ongelooflijk populair? Ze doen het gewoon heel goed. Ja, ik denk dat het constant... Het is natuurlijk die winkel, de spulletjes. Er verandert heel veel. Ja, het hele... Nou ja, je hebt heel veel zaken die doen natuurlijk hele mooie dingen op Instagram of foto's. Maar dan in het echt valt het een beetje tegen. Dat is heel vaak. Dat je iets op internet ziet en dan kom je er en denk je... Oh, nou, het ziet er op het plaatje heel mooi uit. En dat is bij Kek gewoon niet. Ja. Bij Kek zie je een foto en je komt bij Kek en het is misschien wel nog leuker dan je had verwacht. Ja, ja. Ja. En ik denk wel dat dat... Ja, en nu doen Fleur en Harjo natuurlijk. Ik weet zeker dat die er net zoveel liefde in steken. Maar Leonie heeft er natuurlijk onwijs veel... Ging er als een sneltrein in. Ik vind dat echt bizar hoe ze dat heeft gedaan. Ja, ongelooflijk. Ja. Ja, dat is echt wel een, heel knap. Ja. Ja. Maar goed, ze is ermee gestopt. Ja. Dus. Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat zo'n half jaar eruit, wat ook heel moeilijk voor haar was. Nu ik zelf een zaak heb, snap ik dat ook echt. Ja. Om het los te laten. Ja. Ja. Maar goed, je eigen zaak. Wanneer ben je begonnen ook weer? Half mei. Dus we zijn bijna een half jaar. Ja, pas. Pas, al. Ik vind het al heel lang. Ja, eigenlijk nu ik het denk ik ook al. Maar we praten met elkaar bij Hanno wel eens. Ja, vroeger deden we het zo, hè. Dan zeg ik, ja jongens, dat is 3 maanden geleden inderdaad. Ja, echt leuk. Wanneer kwam dat idee? Ja, eigenlijk altijd al. Ja. Hugo en ik hebben al 10 jaar een lijstje in onze telefoon waar we dingen in bijhouden wat we willen als we een eigen zaak hebben. Oh, ja, ja. En we hebben op onze wereldreis zelfs een keer al een plannetje geschreven. Dus we hadden al heel lang plannen. En natuurlijk toen na Kek zeiden heel veel mensen, wilden jullie Kek niet overnemen? Maar dat is echt nooit onze ambitie geweest. Want we hadden echt wel eigen ideeën. Ja, en toen na Kek toen ging ik bij Archie werken. Dat is van een vriend van ons in Rotterdam. Vond ik ook wel weer leuk, even een andere stad. En dat is ook wel weer net hoger segment. Maar toen begon het al wel een beetje het balletje te rollen. Ja, eigenlijk nog wel door mijn vader. Ik ging met mijn vader altijd zwemmen. Toen hij dus al ziek was, baantjes. En toen begon hij ineens over dat pand. En ik zei, papa, waarom begin je daar nou over? Daar heb ik nog nooit wat over gezegd. Hij zei, nou, we lopen er wel een keertje langs. Ja, lopen we er langs. Ik zei, ja, inderdaad, het is wel leuk. En het terras. En ik vind Tulipplein altijd al het leukste pleintje. En veel ramen wilde ik altijd. Ja. En ik wilde ook altijd wel iets groots, niet een klein zaakje. Ik vind het leuk in een groot team. En ook dat hele aansturen en inwerken en zo. Ja, en toen heeft... papa nog de huurbaas zo achterhaald en die heb ik gebeld en gemaild, maar nooit wat gehoord. En toen werden wij voor iets anders benaderd. En daar gingen we kijken, Hugo en ik, maar dat vonden we niks. Het was een bed and breakfast. En die meneer ging met ons koffie drinken bij het Vermeercentrum. En mijn vader had dus aan Herman Weijers gevraagd wie de huurbaas was van het pand. Ja. En dus toen vroeg die meneer waarmee we zaten van, ja, maar wat wil je dan? Ik zei, ja... Toen zei Herman, ja, het Doelenplein, daar kwam je vader, liep hier een tijdje geleden nog langs. Ik zei, ja, dat vind ik een leuk pand. En toen zei die meneer die ons had benaderd dus, oh, nou, ik zit met die huurbaas in het bestuur, die ken ik. Ja, zo is het balletje gaan rollen, heel grappig.
Dus mijn vader heeft eigenlijk helemaal niks meer gedaan. Maar via een andere weg toevallig moest het zo zijn. Maar het stond al leeg toen, of niet? Nee, er zat nog iemand in. Maar dat was wel... ja, dat liep sowieso niet zo goed. Nee, dat was een rare zaak, ja. Dus uiteindelijk wisten wij ook niet precies... We hadden nog geen idee wanneer de datum zou zijn. En het was ook wel goed dat het niet zo snel ging. Want toen ging het ook achteruit met mijn vader. Dus ik had ook niet gewild om dan het op te zetten... als zo aan het eind van mijn vaders tijd, zeg maar. Ja, ja. Maar toen was het rond. En ja... Eigenlijk 2 dagen na de begrafenis van mijn vader zaten we bij de bank... om ons plan... wel heftig, als ik daar nu ook aan denk ja. Ja, wat heb ik eigenlijk gezegd? 2 dagen daarna, man. Ja, dat was wel een gekke periode. Ja. En ook wel moeilijk, hoor, soms. Maar ook heel leuk. Ik was wel blij dat ik iets had om zo op te bouwen. En ik heb nog wel wat plaatjes aan mijn vader kunnen laten zien. Hij heeft het niet van binnen meer kunnen zien, helaas. Dat is wel jammer. Maar toen begonnen we in... Toen zijn we nog naar Nepal en India gegaan. Ik wilde wel heel graag echt nog een keer weg. En echt weg zijn als in onbereikbaar kunnen zijn. Want dat kon ook die 3 jaar toen niet meer. Dus toen zijn we samen nog 6 weken weg geweest. En mijn moeder zusjes nog naar Zwitserland. Waar mijn moeder vandaan komt. Gegaan. En Nepal en India was echt geweldig. Daar ons bestek voor Hanno nog gekocht. Oh ja? Ja. In Nepal? Ja joh, dan zie ik weer iets en dan wil ik dat. Ja. En dat kost daar natuurlijk ook helemaal niks. Nee. Op een marktje. Maar ja, vanaf Nepal bestek naar Nederland sturen is niet te doen. En we hebben op onze wereldreis jongens uit India ontmoet. En die gingen we opzoeken in India. En ik had foto's gemaakt van dat bestek. Nou, en dat moet je niet tegen die jongens zeggen. We zijn alle marktjes af geweest in India. Want zij zeiden, ja, alles in Nepal komt uit India. Ja, tuurlijk. Nou ja, niet nergens te vinden. Elke winkeltjes en in India gaan ze helemaal hun best doen. Ja, we hebben het wel. En dat hadden ze natuurlijk helemaal niet. Uiteindelijk gevonden in Bangalore, helemaal achterin. Een marktje en ze beloofde elke dag, ja, morgen hebben we het hoor, 800 vorken. En ik dacht, doe maar gelijk 800. Veel. Nou, toen om 1 uur 's middags hebben we het nog opgehaald. En om 11 uur 's avonds was onze vlucht. En helemaal in doosjes, ik heb met die vrouw op de grond gezeten. Oh, je hebt het echt toen gelijk meegenomen? 115 kilo, ja, mijn stek hadden we bij ons. Maar dat heb je nu ook in Hanno? Ja, ja. Oh, nou, dan moet ik eens beter naar kijken. Ja, het terras heb ik in Zwitserland nog gevonden, tweedehands. Het terras? Dat wat bij ons buiten staat. Dat heb ik in Zwitserland nog, hebben Hugo en ik met een bus nog opgehaald. Wat leuk. Ja, ja, en toen in december gingen we slopen. En nou, dat was echt de meest stressvolle periode ooit. En wil je op de bank slapen? Nee, dat viel me mee eigenlijk. Ah. Ja. Ja. Ja, en nu sinds mei open. En het is geweldig. Ja. Het is toch een enorm succes geworden. Ja, ja, het is ook wel mooier dan ik had kunnen dromen, ja. Waar is het? Het is op het Doelenplein, naast Lumen, in het nieuwe flatgebouw. Ja. Eigenlijk onderin. Waar heel veel gezeten heeft en eigenlijk iedereen altijd geflopt is. En nu zit er een enorme, mooie tent. Leuk voor het plein. Een geweldige tent. Ja. 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 Kim, hartstikke bedankt. Ja, geweldig. Jij ook. Ja. Nou, het beste deze dag verder. Ja, fijne zondag.